Witje. Een man, naam onbekend, niemand heeft er ooit naar gevraagd, niemand, behalve de deurwaarder die hem uit zijn woning dreef, exclusief interesse en dagvaringskost. Laten we hem voor het gemak witje noemen. De man, nee, witje dus, ligt op straat. Niet zomaar een straat, nee, onze straat. Ik ken die straat beter dan Google Maps. Ik ben er kind aan huis bij de banketbakkerij. De Flottantes zijn de beste van de stad om te zwijgen van het Zwitserse zuurdezenbrood. Hele nette straat. En ook word ik er al een half leven gefriseerd en gekapt door veel te chique mannenhanden. Zo'n straat dus. Aan de voeten van de man in de straat ligt een hond. Hij kijkt naar de bloemenwinkel aan de overkant. De hond droomt dat hij met zijn baasje binnengaat. Witje kiest enkele bloemen. De bloemiste wikkelt de bloemen in papier en samen gaan ze kwispelstaartend terug naar buiten. Zo gaat dat in hondendromen, maar niet in mijn straat, blijkt het verslag in de krant. De man komt bij de bloemisten binnen en kiest enkele bloemen. De bloemisten wikkelt de bloemen in papier. Witje tast met zijn hand in zijn zak om het geld te zoeken. Het geld om de bloemen te betalen. Maar hij tast tevens zeer snel met zijn hand naar zijn hart en hij valt. Terwijl hij valt, rol de laatste euro die hij nog heeft over de grond. En dan vallen de bloemen samen met de man, samen met de euro. En de bloemiste staat daar. Met de laatste euro die rolt. Met de bloemen die breken. Met de man die sterft. En zij moet iets doen, de bloemiste. Maar ze weet niet hoe. Ze weet niet hoe te beginnen. Er valt zoveel te doen. Met deze man die sterft. De bloemen die breken. En de laatste euro die rolt. Die niet ophoudt te rollen. En de hond, die wacht. Te vergeefs op zijn baas die maar niet komt.